Het laatste checkpoint van dag 4 is in Rovaniemi, het dorp waar de kerstman woont. En daar komt team Het Kan Ook Anders om 19:30 aan. En ze hebben het naar hun zin. We hebben vandaag een hele mooie rit gehad. We zijn ook binnen doorgereden door bossen heen waar er wel 30 centimeter sneeuw lag. En waar nog geen auto geweest was. Ja, dat was heel erg mooi. Hoe bevalt het jullie deze Nokian Navigate Noord? Het is voor de eerste keer dat ik dit doe. Maar ik weet zeker dat ik het volgend jaar weer ga doen. Want je hebt er geen idee van hoe verslavend dit werkt. Waarom is het zo verslavend dan? Nou, de fun, de samenwerken met de mensen en het team van Navigate Noord, de back-office. Ja, dat is allemaal perfect geregeld. Naast Het Kan Ook Anders komen ook verschillende andere teams aan bij Checkpoint Rovaniemi. Waaronder Red Nose 2. En die voelen zich wel thuis bij de kerstman. Ja, heerlijk. -7,5. Nou, dat wil wel. Hoe gaat het met jullie? Nou goed, de eerste dagen vond ik toch wel erg vermoeiend. Zonder nachtslaap. Maar ja goed, dat hebben we ervoor over. Hè. En nu hebben we eindelijk de sneeuw en de leuke paden om te rijden. En dat is toch wel waar je voor gaat. Ja, maar ik weet niet of je al gebeld hebt voor de nieuwe coördinaten. Je bent er nog niet, hè? Nee, ik heb het al stiekem een beetje gehoord dat we nog een stukje verder moeten. Dat had ik eigenlijk niet ingecalculeerd. Maar goed, moet maar dan, hè? Eventjes snel de kerstman goeiedag zeggen en dan door. Ja, gaan we. Zeker doen. Met het passeren van Checkpoint Rovaniemi passeren de teams ook de Poolcirkel. Welkom in het Hoge Noorden.